De ravage is enorm op de heide bij Radio Kootwijk. Buurtbewoners zijn flink geschrokken, want het had veel erger af kunnen lopen. Ja, want wat is dit voor afstand, een meter of 30? Ja, niet eens, denk ik. 15 vanaf het hek. Ja. Nee, erg spannend. Ik zag die mensen met dat primusstelletje. Dat is bijzonder op zo'n droge dag in het bos wat hier niet hoort. Dus je meldt dat. Het vermoeden is brandstichting. En er zijn ook slachtoffers gevallen. Kleine reptielen met name. Deze babyadder heeft niet meer kunnen ontsnappen. In dit soort branden zijn vooral de reptielen, amfibieën. Vogels kunnen gelukkig vliegen. Maar er gaan natuurlijk ook nestjes verloren en zitten midden in het broedseizoen. Hoe lang gaat het nou duren voordat dit weer een mooi heidegebied is? Dat is met dit voorjaar, als het nat wordt en weer gaat regenen, loopt dit over het algemeen vrij snel weer uit.